De oorlog in Oekraïne, die de vijfde week is ingegaan, heeft ook effect op het gebruik van ons alfabet en logo's van bedrijven. De letter Z, het herkenningssymbool op Russische tanks, ligt onder vuur. Burgers in de Duitse deelstaten Beieren en Neder-Saxen die de Z in het openbaar tonen, riskeren een flinke boete of 3 jaar gevangenisstraf. Paul, wat is de volgende letter? De letter R van Rusland? Nou, wie weet. Ja, die ligt wel erg voor de hand, hè? Ja, maar wat is jouw mening? Wat vind jij hiervan? Nou, ik ben over het algemeen kritisch over een enorme moralisering in het hele publieke debat. Je krijgt eigenlijk steeds meer wat strafrechtsjuristen dan noemen opiniedelicten. Uh-huh. Het hebben van de verkeerde mening wordt al heel snel gezien als een delict. En men verwacht van de overheid dat hij dan in het geding komt om iemand op andere gedachten te brengen. En dat is niet goed verenigbaar met de uitgangspunten van een liberale, vrije samenleving.